Ja, en als je dan in de huisvuil van een ander staat te werken, dat is niet fijn. Ik denk dat er zoveel vervuiling in het textiel zit omdat mensen niet goed weten wat gebeurt er nou met die materialen. Je gooit het in de container en daar stopt het voor de meeste mensen. Maar voor ons begint het daar juist. En op het moment dat daar dan dus vervuiling in zit, dan komt dat bij mijn collega's op tafel. Die staan vervolgens in die vervuiling van een ander te werken. Dat is niet fijn. Daarom is het zo belangrijk dat het schoon is en dat er geen glas of naalden of andere gevaarlijke dingen of vieze dingen tussen zitten. Want dat belemmert die mensen enorm in hun werkzaamheden.